Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Ik sta nu op het punt om te gaan sporten en jullie mee te nemen. Ik wil weer gewoon lekker aan de bak gaan. Het is nu begin maart. En ja, als je echt er goed wil uitzien in de zomer, moet je dus echt nu beginnen. Niet een paar dagen voor de zomer of een week of twee van tevoren. Dan krijg je niet het resultaat wat je wil. Tenminste wat ik wil. Dus ik ga nu vol weer aan de bak. En ik ga jullie een beetje mijn daily workout laten zien. Ik ben benieuwd hoe ver ik ga komen weer. Omdat ik ook natuurlijk eigenlijk niet meer dans. Eigenlijk helemaal niet meer. Komen de pondjes er en kilo's te snel aan, zal ik je vertellen. Dus sporten is very necessary. Let's go. Oeh, het zonnetje schijnt lekker. Oh, lekker zeg. De sportschool zit beneden mijn huis. Dus eigenlijk loop ik naar beneden. En here we are. Ik geef hier ook les. Fitness 365. Elke dinsdag en woensdag. Dus ik zou zeggen, kom ook gezellig een keertje langs. Oké, we gaan ervoor. Lekker filmen in de gym. Mensen zullen lekker gaan kijken. Nou, hier geef ik dus altijd les. Elke dinsdag van 9 tot 10 body shape en daarna van 10 tot 11 vitaal. Body shape gewoon lekker conditioneel en lekker kracht. Alles bij elkaar, lekker die hele body aanpakken. En woensdag, dinsdag ook nog vitaal. En dat is voor mensen met blessures of wat oudere mensen, 50 plus. Dat is altijd super gezellig, vind ik altijd. En woensdagochtend ook van 9 tot 10 body shape. Dus wil je een keertje langskomen? Let's go! Dit heb ik aan, Nike schoenen, broek van H&M, hoodie zonder mouw van H&M en sport BH van H&M. Ik word natuurlijk nog steeds gesponsord tot augustus door H&M. Dus dat is super, super, super lekker. Nou, genoeg gepraat, laten we maar eens wat gaan doen. Lekker watertje. Even op de loopband 10 minuutjes. Eerst een minuutje gewoon even wandelen. En daarna de laatste 9 minuten op stand 8. Waarom? Omdat ik het nog even een beetje langzaam aan wil doen. En ik wil opbouwen. Nou, anders ga ik het nooit volhouden die volle 4 maanden tot de zomer. Daarna ga ik 10 minuutjes cross trainen. Doe ik meestal op stand. Weet ik even nu niet. Ga ik even kijken. Ik denk stand 6 of 7 even nog. En hoe ik het dan altijd volhoud is door vlogs te kijken. Ik kijk nu die van Negin. Dan heb ik wat te kijken en dan kan ik tijdens dat gewoon lekker trainen. I love it. Lekker mijn drankje erbij. Dus verder gewoon helemaal lekker niemand. Ik hou ervan. Dan kan ik gewoon tenminste een beetje vloggen zonder dat niemand raar naar me kijkt. Nou, ik zit pas op 5 minuten en ik ben nu al moe. Jezus, wat heb ik een slechte conditie gekregen, zeg. Zit erop. Jeetje. Ik zal je ook even vertellen waarom ik eigenlijk ervoor heb gekozen om niet meer te dansen. Wat zal het zijn? Ik dans nu ongeveer een half jaar echt niet meer. Ik wilde me echt focussen op presenteren en tv maken en mijn YouTube kanaal. En mijn bedrijf Piece of Cake, Events, Hospitality en Entertainment. Mijn passie ging toch meer naar het presenteren uit dan aan dansen. En ik vond het gewoon niet meer leuk. Ik had het allemaal wel gezien. Ik doe het natuurlijk al vanaf mijn 15e. En jullie zullen wel denken, ja, je hebt een hele opleiding gedaan. Lucia Martas, Dansacademie, HBO. Klopt. Maar het heeft me ook zeker gebracht tot wie ik nu ben. Heeft me echt gemaakt tot wie ik ben. Heeft me ook op netwerk gebracht. Waar ik nu onwijs veel mee kan. Dus echt, ik had het nooit zonder gekund en ik had het ook nooit zonder gewild. Maar het is nu tijd voor de volgende stap. Het is mijn eigen bedrijf en presenteren. Dus daar ga ik nu vol voor. En dus dat. Nu ga ik door naar het volgende gedeelte van mijn workout. En dat zijn de kettlebells. Dat vind ik onwijs lekker om te doen. En ik pak echt mijn hele body ermee.
En ik vind het ook gewoon leuk. Het is echt, echt heel erg belangrijk als je gaat sporten dat je het leuk vindt. Dus maak het jezelf niet te zwaar in het begin. Begin rustig en doe echt iets wat je leuk vindt. Dat is soms nog wel even zoeken. Maar misschien vinden jullie dit wel leuk, wie weet. Dit zijn ze, de kettlebells. Daar kan je echt heel veel verschillende en leuke oefeningen mee doen. Ik ga er een aantal laten zien aan jullie. If you can't to groove, there's no reason to prove. And now you've got yourself something funky. Zorg dat je alles herhaalt. Dus wat ik nu bijvoorbeeld doe met kettlebells is 3 rondes. En elk rondje is 10. En dan 3 seconden rust ertussen. En dan tussen je oefeningen door, minuutje rust en dan gelijk doorgaan. Dus wel lekker weer eventjes om in de beweging te zijn, zeg. Je merkt ook echt als je weer sport, dat je veel meer energie hebt. En dat je veel meer, tenminste ik praat over mezelf, maar volgens mij werkt bij heel veel mensen, maar iedereen eigenlijk zo. Dat je veel meer kan hebben, fysiek en mentaal. Dus ja, daarom ben ik hier ook echt weer mee bezig. Als ik dingen wil bereiken, moet ik ook fysiek sterk zijn. Dus ik hoop dat het voor jullie ook wat helpt om mij zo te zien, dat je weer wat motivatie krijgt. Ik had nog 1 oefening van de kettlebell, die was vergeten, dat ik jullie ook nog even laat zien. De kettlebell is goed, ja, voor de meeste dingen voor je hele lichaam. Maar voornamelijk ook voor je benen en voor je armen. Ja, het ligt er een beetje aan welke oefening je natuurlijk doet. Maar welke je net hebt gezien, pak je wel redelijk het hele lichaam mee. En voornamelijk de benen en de billen. En dat willen we hebben! Als ik dit weer zie. En ja, we zijn aan het sporten. We zijn aan het zweten. Het ziet er allemaal niet heel fabulous uit. Maar come on, we zijn aan het sporten. Dus dat hoort er een beetje bij. Lekkere wallen, lekkere zweetdruppels. I love it. Ben ik niet om mooi te doen. Tenminste, ik niet. Nu weer aan de boekhouding, moet ook gebeuren van het jaar 2016, want het is veel werk, zal ik je vertellen. Maar goed, sporten. Check!